Vrijheid, geen dictatuur. Ja, mijn lang gekeken. Ja, er was bijna slaande ruzie tussen twee mensen. Die mensen om het biertje, want die staat dat daar een dronkot op demo's. Maar dat gebeurde wel. Hij heeft er 5 keer iemand gewaarschuwd. Ik gooi het biertje weg, drink alles op. Ergens anders. Maar ja, die doen dat toen. Oké. Ging ze een beetje de deal met elkaar, het biertje afpakken. Ja. Biertje weg, kom ik weg. Dus. Hi. Nou. Ah, oh, wacht, ik film even. Kijk eens hoeveel politie er is. Wagen 2, want er was net al een wagen. Ja, zijn ze niet gelukkig? Zijn ze niet gelukkig? Nee. Hi. Nou, even een kort liveje vanuit Volendam. Nou, we zijn hier dus in Volendam met een hoop bekende gezichten weer. In mijn hometown. Oké dan. En nou, het schijnt dat er, terwijl ik hier lekker op het terras zat met Ingmar en Patricia, dat er het een en ander heeft plaatsgevonden bij de prikbus. Er waren wel 3 politiewagens en wat losse lopende. Meer Bianca. ME zelfs. Die waren er niet. Er was 1 busje stond er. Wacht, ik film jou en jij vertelt het, ja, wat er is gebeurd. Wat is er gebeurd bij de prikbus? Er stond 1 busje. Eén keer kwam er eentje bij de pestgang, kwam er een politieauto aanrijden. Ja? Er waren nog 2 politieauto's. Oké, en wat deden jullie bij die prikbus? Ja, gewoon hetzelfde wat we hier doen. Gewoon demonstreren. Gewoon zoals we dat altijd doen. Wel, test is best. Nou, kijk eens. Niet de vrijheid, geen dictatuur. Dat er wel een beetje troepen en zo. Dat moet gunnen. Ja, nou, en daar zijn dus. Volendam zei het niet zo moeilijk. 3 politiewagens op afgekomen. Ik vroeg net aan de politie of we wel mochten demonstreren. Hij zei: ik weet het nog niet. Hij moest het nog van de burgemeester horen. Ja, ze liet het een beetje gaan. Ze lijken er nu alweer vandoor te zijn. Als wij niet te veel overlast geven, vinden ze het prima. Oké, nou, als wij niet te veel overlast geven, vinden ze het prima hier, begrijp ik. We hebben net even een lekker drankje gedaan hier op de terrasjes. Het is echt een mooi dorp hier. Het leidt hier niet tot problemen met omstanders. Oké, nou ja, ik heb al meerdere mensen gesproken die ook voor het of voor wat wij vinden zijn. En nou ja, het is fijn in Volendam, dat zeker. Mensen die agressief gaan aanvallen of zo, maar nee, je best wel roepen en zeggen wat je wilt. De sfeer is wel goed, hè? Ja, vind ik ook wel. Nou, ik zal even filmen, want het is hier echt mooi. En vol. Kijk, het is hier echt druk. Kijk je in Volendam voor de mensen die thuis zijn? Kijk eens. Nou. Voor de mensen die net komen kijken, de politie kwam er even aan toen wat medestrijders bij de prikbus stonden. 3 wagens voor 2 handjesvol mensen. Maar goed, wij zijn ook reuze gevaarlijk natuurlijk, maar niet heus. Nou, het is hier prachtig. Ondertussen eten we wat, drinken we wat. We praten hier met mensen. Ik heb al verschillende mensen op het terras gesproken die heel blij zijn met wat wij doen. En nou, zo blijven we nog een tijdje hier in Volendam. Het is heerlijk weer. We genieten. Ondertussen laten we ons geluid horen. En nou, het is natuurlijk fijn om deze vertrouwde, fijne gezichten weer te zien. Jan gaat op. Jan gaat op. Jan gaat op. Wat zeg je? Hè? Nee, Amersfoort. Jij was ook van die afdeling van Viruswaren, had jij ook? Ja, van Viruswaren Midden-Nederland. Leuk. Ja, klopt. Oh, zo heet dat nou, 3.0 heet het. Ja, omdat hij al 3 keer is verwijderd, die groep. Dat is dus de vooruit de mededeling van Mark Zuckerneus. Ja, zoiets. Ja. Nou, daar hebben we Tel. Die is ook altijd overal. Alleen Pure Neus, hoor. Nou, lieve mensen, ik ga die live... Ga ik weer beëindigen. Leuk dat jullie even hebben gekeken. Die tekst, ik ga mij even verder verlaten.
maken hier. Geen dictatuur! Liefde! Nou, ik zie jullie gauw. Als er nog bijzondere dingen gebeuren, film ik natuurlijk. Nou, nog een keer. Jullie zijn in beeld. Oh, nou jongens, het is al voorbij. Jullie zijn nu in beeld, hè? Dus... Liefde! Nou, jullie horen het. Liefde, vrijheid, geen dictatuur. En dat accepteren we nooit. Fijne dag allemaal. Doei!